hele positieve dingen. Want gaan ook heel veel dingen goed in de IJsselmonde. En mensen willen ook veel trotser kunnen zijn op hun wijk. Wethouder Economie, Wijken en Burgerparticipatie. En wat hebben we vandaag gedaan? Nou, vandaag was een hele bijzondere dag. Vandaag hadden we de tweede wijkconferentie en dan gaan we met het hele stadsbestuur de wijk in om vooral naar de bewoners te luisteren. Ik vond het een hele waardevolle bijeenkomst. Het is goed dat het college zo ruim vertegenwoordigd hier met z'n bijna compleet aanwezig is. Dat betekent ook dat je alle vragen die er zijn van bewoners kan adresseren. Dus daar kan een antwoord op komen of eventueel opschrijven en later een reactie op komen. Nou, dat is denk ik zeker ook gebeurd als ik aan de tafels heb geluisterd. Dus dat vind ik eigenlijk heel positief. Wat we vandaag hebben gezien is ook wel echt IJsselmonde. Recht voor je raam, grote betrokkenheid. We hebben ook veel ouderen in IJsselmonde. Nou, als wethouder ouder is dat ook een doelgroep waar ik echt iets mee wil doen. Dus nou, een echte IJsselmondse leuke ochtend. Ja, het is heel indrukwekkend hoeveel mensen uit de wijken van IJsselmonde zijn gekomen. En het zijn heel veel mensen die al druk bezig zijn in de wijk. In een VVE, in een speeltuinvereniging of in de politiek. En al die mensen komen hier om ons tips, suggesties, zorgen te geven. En daar kunnen we mee verder. Zeer positief. We hebben een goed gesprek gehad met de wethouders en uiteraard de burgemeester.